Het punt van de actualiteit, die windmolens aan de Duitse kant, wat vindt u dat? Had dat beter geparticipeerd moeten worden? Ja, die emotie, ik vind gewoon dat je met elkaar rekening moet houden. En dat geldt ook als het grensoverschrijdend is, echt letterlijk. Kijk, dan krijgen ze dadelijk de nieuwe omgevingswet. En die nieuwe omgevingswet die gaat per 1 januari aanstaande van kracht. En die eist gewoon dat je in plannenmakerij als overheid zijnde rekening houdt ook met belanghebbenden, met allen, hè, verplicht. En dat geldt ook voor je buurgemeente. En wij hebben en ook omgekeerd? Ja. Nou ja, kijk, Duitsland zit natuurlijk anders in elkaar. Die hebben hun eigen regelgeving en hun eigen bestuurscultuur. Dus we moeten elkaar toch blijven opzoeken en hierover met elkaar in gesprek blijven. Want je ziet, als je dat niet of onvoldoende doet, zetten we aan beide kanten de windmolens tegen de grens aan. En daar worden we dan allemaal niet blij van. Nou, dan is volgens mij de enige oplossing, ga in overleg met elkaar. Ga gewoon in overleg met elkaar en kijk of je meer begrip voor elkaar standpunten kunt kweken, zodat je op een betere lijn uitkomt samen. Maar dat overleg is de enige weg daar naartoe. Is de Natura 2000 gebieden onze redding daarin eigenlijk, in verband met de Europese beschermstatus? Dat vind ik best wel een ingewikkeld onderwerp, André. Hè? Wat we dan gaan doen is... Dat staat hoger dan die nationale wetgeving. Ja, en bovendien heeft Nederland zichzelf in een lastig pakket gemanoeuvreerd door met al die Natura 2000 gebieden die wij kennen. Hè? We kennen dat geloof ik meer dan de meeste andere landen. Terwijl we maar een piepklein landje zijn. Dus we hebben het onszelf ook in zekere zin moeilijk gemaakt. Maar ik vind het ook niet de oplossing om te zeggen, nou gaan we door een herdefiniëring van Natura 2000 gebieden, gaan we kijken of we er onderuit kunnen komen. Ja. We moeten gewoon veel duurzamer gaan worden. We moeten allerlei problemen, ook met stikstof, gewoon serieus gaan nemen en gaan oplossen. En dat doen we niet door de definitie van een Natura 2000 gebied aan te passen. Dat doen we door serieus met de problemen om te gaan. Ik vind dat anders ben je bezig je kop in het zand aan het steken. Dan ben je het kunstmatig onder de mat aan het vegen. Dat moeten we gewoon niet willen. Ja, wat wel goed gaat in de communicatie is die rondweg Eurding. Ja. Dan wordt de procedure samen wordt dat gedaan eigenlijk aan de Nederlandse en Duitse kant. Ja. Morgen is voor die rondweg ten zuiden van Eurding. Gewoon een deel over de Blankensweg. Nou, in alle eerlijkheid... Maar u bent er helemaal nieuw in, hè? Want daarom. Het is al de derde keer dat die bestemmingsplanprocedure in gang wordt gemaakt. Ja, en ik zal je in alle eerlijkheid zeggen, André, dat wij morgen nooit de politiek... Wij zijn dus sinds anderhalf jaar zitten wij in de politiek weer. Ja. We zijn dus, in die zin zijn we nieuw. Ik niet zelf, maar wel de fractie van morgen. Wij zijn nooit echt met een standpunt over de rondweg Eurding in de politiek gegaan. Sterker nog, wij hebben eigenlijk tot nu toe is dat dossier voor ons nog niet echt langsgekomen. Dat klinkt heel misschien gek, maar zo is het wel. Ja, dat komt nog voor de dus wij hebben daar niet ook een uitgesproken mening over. We hebben ons daar als fractie nooit echt nog heel erg uitgebreid gesprek met elkaar over gevoerd. Over wat wij daar nou van vinden. Maar ik weet ook dat dossier loopt natuurlijk al heel lang. En ja, dat komt nu langs. Vinden we daar iets van als morgen zijnde? Ja, nou, dat moeten we dan echt nog het gesprek over voeren met elkaar. Dus het is niet zo dat wij overal van tevoren al iets van vinden. Soms komen dit soort dingen opeens langs. Ja, dan moeten we er iets van gaan vinden. Nou, dan gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we er proberen er iets van te vinden. Hè. Maar heb je nog geen standpunt door de toekomst van de Blankensweg als onderdeel van de rondweg? Nee, want ik vind dat we daar echt beter over moeten nadenken.